Een goede morgen, beste deelnemers van dit webinar. Ik ga eens even een aantal dingen doen, want dit is een startscherm. Dus ik ga eventjes maar kijken of ik een ander scherm op beeld kan toveren. En we kijken meteen naar een hele groene AX. De AX staat op 680 punten. 3,62% hoger dan gisteren. Dat is een hele mooie prestatie, maar ik zal je daar direct iets meer over gaan vertellen. Even kijken. Ik ga eventjes naar de participants toe en naar de chatfunctie toe. Zou je misschien even, zou iemand in de chat aan willen geven op het moment, hè, of ik op dit moment goed te verstaan ben en ook dat er beeld is? Eens even kijken. Ik ga naar de chat en zou je dan naar de chatfunctie kunnen gaan en als je daar iets op post, zou je dan niet naar host en panelist willen gaan, maar dan to everyone willen doen. Dan ziet ook iedereen ook de vragen en de opmerkingen die gesteld zijn. Dus even kijken, ik ga zelf naar de chat. Even kijken, ik zie dat Riener is goedemiddag, Menko en anderen. En Jo is ook, alles is prima. Marie-Louise zegt, hoi, alles is prima. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Peter zegt het ook, beeld en geluid zijn perfect. Nou, super. En Rien goed zegt goed te verstaan en beeld is ook goed. Kees zegt dat het ook prima hier werkt. Nou, dat is goed. Ik weet niet waar hier is, Kees, maar hier vanuit Tilburg ben ik in ieder geval aan het casten of aan het, zenden. Dus dat is in ieder geval goed. En Ruud is er ook, goed beeld en geluid. Joost zegt prima. En André zegt ook, dat gaat goed. En Jos zegt, ja, stijgend naar prima. Hè, dus, Jan is er ook bij. Hartstikke leuk, Jan, dat je er bent. En Constance is bij, goedemiddag en alles is oké. Okay. Nou, dan is dat in ieder geval een heel goed teken. Dan ga ik even die chatfunctie een klein stukje verplaatsen. Zo niet zeggen, even verwijderen. Ik wou je, voordat we om 12 uur daadwerkelijk gaan starten, eventjes meenemen naar de AIX-index. Je ziet hier de intraday-grafiek. En nou ja, op het moment dat je hier dit soort getallen ziet staan, hè, 3,5% in de plus met de AIX-index. Dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. Maar ik wil je niet al te vrolijk maken, want nou, stel nu eens voor dat ik iets wat verder uit ga zoomen. Dus niet op dagbasis ga kijken, maar bijvoorbeeld op 1-maand basis. En dan zie je dat we een maand geleden stonden we toch op zo'n 750 punten. Schrik niet, zo'n 70 punten hoger dan nu. Dus we zitten echt volgens mij in een neergaand trendkanaal. Als we nog wat verder uitzoomen, hè, dan zie je hier 3 maanden geleden stonden we op 7,75. 6 maanden geleden, hè, stonden we ook op 7,75, 7,80. Met een hoogtepunt zelfs, hè, iets boven de 8,25. Ik geloof dat we 8,29 geraakt hebben. Ergens in november, hè, hier zo. Dus ja, van 8,29 nu naar 6,80. Dat zijn wel, toch wel hele flinke dalingen die we voor onze kiezen hebben gekregen. Nou, als ik even naar de 3-jaars grafiek ga kijken, dan is die in die zin nog wel iets positiever. Hè, want we zijn hier op zo'n beetje niveau, even goed kijken, 500 gestart, 3 jaar geleden. En ja, we hebben hier natuurlijk die hele forse daling gehad. Maar vanaf dat moment was er een hele mooie uptrend te zien. Maar we hebben het wel eens misschien eerder verteld, of misschien heb je dat eerder gehoord. We hebben hier een soort kop-schouderformatie. Hè? Dit is de schouder, dit is het hoofd of de kop. En hier zie je de tweede schouder ontstaan. En een kop-schouderformatie, een hoofd-schouderformatie, dat is doorgaans geen positief teken in de technische analyse. En dan zie je hier ook dat ja, in wezen we een hele grote stap naar beneden hebben gezet. Hè? Dat we vanaf dat niveau van 8,29, 8,30, ja, toch wel eventjes zo'n beetje 150 punten lager staan. En dus is het erg moeilijk geweest om met aandelen geld te verdienen de afgelopen periode. Nou, de meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik iets met opties doe. We gaan het daar vandaag ook over hebben. Ik ga maar meteen dit scherm stoppen met sharen. En een ander scherm starten met sharen. Even kijken. Dat is mijn PowerPoint presentatie. En dan ga ik even kijken of er nog vragen zijn in de chat. Dus even dat ik daar naartoe ga. Nou, hier is alles oké. Okay. Ik ga het vandaag hebben. Ik zal meteen de diavoorstelling op starten drukken. Met het eerste scherm.
Ik wil het vandaag gaan hebben over opties en hoe de basiswerking van opties is, namelijk de werking van call-opties en de werking van put-opties. Maar voor ik daarmee wil gaan starten, wil ik je eerst een vraag stellen. Wie heeft er op dit moment opties in zijn of haar beleggingsportefeuille? Zou je eventjes ook in de chat willen aangeven, dan ga ik ook die chat weer even terughalen, of je op dit moment al opties in je beleggingsportefeuille hebt, of dat je dat nog niet hebt. Ja, ik zie dat Arjan er blij is. Ja, AIX-opties, dat klopt Arjan. We hebben zojuist nog even contact gehad. Dus dat klopt. Klant van ons. Rien zegt, ik wil wel, maar nu nog niet. Nou, ik probeer je daar toch een stuk enthousiaster voor te maken, Rien. Erik zegt, nog niet. Marie-Louise zegt, ja, gehad van Shell. Oh, nou, kijken of dat goed bevallen is. André zei, nee, nog niet. Marja zegt, ja, via de challenge. Dat klopt inderdaad, Marja. Ik heb een challenge bedacht om 100% rendement te maken met opties. En dat, dan is dat inderdaad ook het geval dat je opties in het portefeuille hebt. Humphrey zegt, nog niet. Dat zijn de goede antwoorden. Jan zegt, ja, bij Harry. Nou, daar zal ik je zo meteen ook nog iets over vertellen. Maar we gaan het vandaag echt over de basisopties hebben. Constance zegt, ja, geen AIX. En Christophe zegt, ja, met Menko het korte termijn programma. Leuk Christophe dat je er ook bent. Ja, ik heb een optiesysteem, optiebergen KT. En dat, ik handel alleen maar met opties. En daarom ben ik er ook zo enthousiast over. Thijs zegt, ik heb AIX opties. Nou, dat is ook mijn favoriete beleggingsinstrument om op de AIX te handelen. Zal ik je straks iets over vertellen. En Alain zegt, alleen geschreven opties op de Nederlandse en Amerikaanse aandelen. Nou, dat is ook erg interessant. Paul zegt nog niet, maar ik ga het wel doen. Nou, dat is ook leuk. En Joost zegt, nou, dat is misschien eigenlijk wel de allerbelangrijkste, Joost. Zodra ik het begrijp, ga ik het doen. Nou, dat is inderdaad een hele belangrijke. En dat is ook precies de reden dat ik dit webinar geef. Ik ga die chatfunctie eventjes verwijderen. Want we gaan het vandaag hebben over opties en hoe je... dus een stuk kennis wil ik je mee op laten doen. Of als je dat dan hebt, een kleine off-risk-cursus geven. Dan wel wil ik je heel erg enthousiast maken om dat beleggingsinstrument opties ook in je beleggingsportefeuille in te zetten. Een kleine introductie van mezelf. Mijn naam is Menko Zweep. Ik ben niet alleen geboren en getogen in Tilburg, maar heb daar ook gestudeerd aan de Tilburg University. Nou, destijds heette dat de Katholieke Universiteit Brabant, maar ook op de universiteit hier zo in Tilburg zijn ze die internationale slag gaan maken. Na mijn studie ben ik in ieder geval bij Secretaris Beleggingen in Maastricht gaan werken als een vermogensbeheerder en daar als trader aan de slag gegaan. En daar ben ik pas echt in aanraking gekomen met het beleggingsinstrument opties. Natuurlijk heb ik tijdens mijn studie daar heel veel over geleerd en gelezen en gedaan. Maar om dat voor het echt te gaan doen, dat is natuurlijk toch altijd nog wel even een andere koek. Want dan zullen de echte winsten voor jou zijn, echte verliezen voor jou zijn. Daar speelt ook een stuk emotie of een beleggingsplan, een handelsplan speelt daar een rol. Nou, daar ben ik eigenlijk pas echt in aanraking gekomen met hoe je met opties om kan gaan, of eigenlijk moet gaan. Zodanig enthousiast geworden dat ik in 2010 mijn eigen website, mijn eigen bedrijf ben gestart. www.optiesbeleggen.nl. En zoals de naam al zegt, ik ben alleen maar met opties aan het beleggen. Ik heb dus geen enkel aandeel in mijn beleggingsportefeuille, omdat ik daar, ja, ik zal niet zeggen bezeten ben van het beleggingsinstrument opties, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat dat de basis is om op een goede manier spreiding in je portefeuille aan te brengen en dus ook een optimaal rendement te realiseren. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Vanaf 2000, ja, ik ben ongeveer in 2015/2016 Harm van Wijk tegengekomen. Die heeft toen ook gevraagd of ik alle transacties die ik vermeld of die ik doe in mijn systeem. Destijds was er dat nog eentje, was dat alleen maar optiebeleggen KT. Maar inmiddels zijn er dus een aantal andere systemen daaruit voortgevloeid. Maar om die dan in ieder geval ook te melden op de website van Harm. Die heette toen nog deslimstebelegger.nl. Ook Harm heeft een andere naam daarvoor gemaakt, inmiddels mijn.belegger.com. Dus ook vanaf 2017 vermeld ik alle transacties die ik verricht in mijn systeem. Dus dan bouw je een track record op. Dus dat is een track record, is voor de mensen die het niet weten. Een beleggingshistorie, het beleggingsresultaat die je in het verleden hebt gerealiseerd, die kun je daar ook al terugzien. Dus je ziet, ik ben al lange tijd bezig met opties. Wat doe ik nu eigenlijk precies? Ik verkoop
call- en put-opties op de AEX-index. Nou, op het moment dat je een call- en put-optie gaat verkopen, dan heb je te maken met een short strangle. Dus mijn expertisegebied is het innemen van short strangles. En dat doe ik op de AEX-index. In het voorgesprek zag ik even in de chat dat mensen dat ook op aandelen doen. Maar ik heb dus juist voor gekozen om dat op de AEX-index te doen. Omdat ik daar een aantal redenen voor heb waarom mij dat beter bevalt. Goed, je weet dus wat ik doe. Je weet wat ik aan achtergrond heb. En ik wil het vandaag gaan hebben over de basisbeginselen van opties en de inzetbaarheid daarvan. Want mijn stelling is dus, opties die hebben een plek of die horen een plek te hebben, een thuis te hebben in iedere beleggingsportefeuille. Dus ook in de beleggingsportefeuille van jou. En ik heb daaraan een aantal redenen voor. Nou, een van de belangrijkste redenen is dat er een hefboomwerking zit in het beleggingsinstrument opties. Je kunt nu eenmaal wat sneller geld verdienen met opties dan dat je dat bijvoorbeeld met aandelen doet. Vanwege de hefboomwerking die opties in zich herbergen. Nou denken heel veel mensen meteen, dan zal het een heel agressief beleggingsinstrument zijn. Dan zal het een heel offensief beleggingsinstrument zijn. Nou, dat kan ook inderdaad het geval zijn. Je kunt op een hele agressieve, offensieve manier opties inzetten in je beleggingsportefeuille om daar mega mooie en hoge rendementen te maken. Maar heel veel mensen vergeten ook de defensieve kant, de andere kant van de medaille. Je kunt namelijk ook opties gebruiken om de winsten die je bijvoorbeeld in een aandelenportefeuille gerealiseerd hebt, om die op die manier te waarborgen. Te borgen. Dus ervoor te zorgen dat de winsten niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nou, dus dat defensieve karakter van opties, daar wil ik je straks ook iets over gaan vertellen. Een van mijn belangrijkste en leukste stellingen is in wezen, ik heb hem zelf verzonnen, maar ik heb hem een klein beetje gestolen van Johan Cruijff. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus ook geld te verdienen op de beurs. Je kent het vast wel, je hebt een aandeel in portefeuille genomen in de verwachting dat ene specifieke aandeel omhoog gaat en dat doet het niet. Of de koers blijft gelijk, of de koers gaat zelfs naar beneden toe de koers dus lager, waardoor je dus meteen in het verlies loopt. Nou, het aardige, het leuke, het meest interessante van opties is juist dat ook als jij geen gelijk hebt, dat je een bepaalde koersbeweging verwacht in ofwel de AEX-index, in een index, ofwel op één specifiek aandeel, dat heb je geen gelijk, maar je kunt dus toch nog geld verdienen met opties. Nou, dat kan bijna in geen enkel ander met geen enkel ander beleggingsinstrument. Nou, opties zijn echt mijn ding geworden. Daar heb ik ook een lange route voor gelopen. Ik zou je niet aanraden om stand te peden zomaar even rücksichtsloos met opties te gaan starten. Zorg ervoor dat je kennisniveau hoog is, dat het goed, in ieder geval goed is. En als dat niet goed is, probeer dat kennisniveau te verhogen. Op het moment dat je de Trading Never Gate van Harm van Wijk hebt aangeschaft, dan zijn daar ook Calendly uren beschikbaar, coachuren om via dat medium Calendly te bespreken. Zo kun je eens een keer bijvoorbeeld met mij of met Harry Glip of met Jan-Robert Schupte of met Ronald de Zoete een afspraak maken als je die Trading Never Gate hebt aangeschaft. En zo kun je bijvoorbeeld met mij eens een keer een afspraak maken als je eens één op één een sessie wil inplannen of je een keer wil sparen over je opties in je beleggingsportefeuille, et cetera. Goed. Dat was even een kleine introductie van wie ik ben en wat ik gedaan heb. Nu wil ik het specifiek gaan hebben over het thema vandaag. Dus de basisbeginselen van opties en hoe je die in jouw beleggingsportefeuille kan inzetten. Nou, in wezen heb je in optieland maar twee opties. Het is het flauwste woordgrapje wat ik kan bedenken. Maar het is wel waar. In optieland heb je dus eigenlijk maar twee mogelijkheden. Je hebt ofwel te maken met een call optie, ofwel je hebt te maken met een put optie. En ik heb er niet voor niets, ik zal even mijn muis wakker laten worden. Ik heb er niet voor niets een tegenovergestelde pijl neergezet. Want een call optie heeft een precies tegenovergestelde werking ten opzichte van de werking van een put optie. Ik ga je vertellen wat een call optie is. Een call optie is het recht om een onderliggende waarde, en dat zou bijvoorbeeld dus een aandeel kunnen zijn, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en ook binnen een bepaalde termijn. En je ziet dat ik een aantal woorden heb. Een call optie is dus het recht om een onderliggende waarde, hè, dus je moet weten waar het over gaat. Gaat het over het aandeel Koninklijke Olie? Gaat het over het aandeel ING? Gaat het over de AEX-index? Of waar praten we nu precies over? Dat is dus heel erg belangrijk om te definiëren waar we nu precies over hebben. Het volgende is, hè, we hebben het recht om die ene specifieke onderliggende waarde te mogen kopen. En dan ook tegen een bepaalde prijs, die staat dus vast, die wordt gedefinieerd.
En ook binnen een bepaalde termijn. Nou, en die bepaalde termijn, dat is wel heel goed om dat in de gaten te houden. Dat bij opties altijd een expiratiedatum hoort. Een termijn waar de houdbaarheiddatum van die optie ophoudt. Dus op het moment dat je een aandeel in portefeuille hebt, dan kun je dat net zo lang, hè, ben je aandeelhouder, totdat jij besluit om dat aandeel weer te verkopen. Maar dan heb je altijd recht op, hè, als aandeelhouder, op de dividenden bijvoorbeeld, die dat ene specifieke aandeel op dat ene specifieke bedrijf gaan genereren. Bij opties zit altijd een bepaalde termijn. En ja, dat is eigenlijk wel heel goed om dat in de gaten te houden, dat de houdbaarheidsdatum dus niet oneindig is. Nou, ik heb je verteld, een calloptie is het recht om een onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Ik had je ook verteld dat de put-optie dus precies tegenovergesteld werkt. Want een put-optie is dus het recht om een onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Ik ga je nu uitleggen hoe dat nou precies in zijn werking gaat. Bij opties hoort dus die onderliggende waarde. Waar hebben we het precies over? We hebben het over de prijs en we hebben het over de optiepremie. En heel belangrijk, we hebben het over die termijn waarover ik je zojuist heb gehad. Dus de houdbaarheidsdatum van die ene specifieke optie. En die houdbaarheidsdatum, die optie-expiratiedatum, dat loopt eigenlijk altijd, dat is een vast moment. Dat is altijd de derde vrijdag van de maand. Dus als je het hebt over, als je ziet staan, een call of put optie met een looptijd van september 2022, dan zul je zien, of dan weet je dus dat de houdbaarheidsdatum altijd is de derde vrijdag van die maand, oftewel de derde vrijdag van september 2022. En datzelfde geldt natuurlijk voor op het moment dat je een call of put optie ziet staan met een looptijd van december 2023, dan is die houdbaarheidsdatum altijd de derde vrijdag van december van de maand, oftewel de derde vrijdag van december 2023. Even kijken, ik toets er even één dingetje te snel. Bij opties is het ook altijd zo dat je een verschil moet maken tussen aandelenopties en indexopties. Nou, we gaan het vandaag hebben over de basiswerking van opties. Dus ik wou het wat dat betreft niet al te ingewikkeld maken. Dus dit onderscheid, dat heb ik niet voor niets eventjes in het cursief gezet. Dat laat ik vandaag achterwege. We gaan het vandaag echt hebben over de basis. Nou, ik had je verteld, een calloptie, die kun je en wel kopen. Hè, dus je hebt het verschil tussen een calloptie en een putoptie. En als we nu eventjes over de calloptie hebben. Een calloptie die kun je kopen. Dat is aan de ene kant. Ik zit hier aan het eerste kwadrant, linksboven in de hoek. En als ik hier met het pijl schuin tegenover ga staan, dan zie ik hier dat je ook een calloptie kunt schrijven, oftewel verkopen. Als je in optieland terecht bent gekomen, dan staat het woordje schrijven synoniem met verkoop. Dus je kunt een calloptie kopen en je kunt ook een calloptie verkopen. En dat heeft verschillende consequenties. Op het moment dat je die calloptie gaat kopen, dan betaal je een bepaalde premie. Dat heb ik hier ook gezegd. Hè? Je moet dan, op het moment dat je iets gaat kopen, dan moet je natuurlijk een bepaalde premie betalen. En die betaal je aan de verkoper, aan die schrijver van die calloptie. Nou, die ontvangt die premie, maar die krijgt daar ook meteen bepaalde verplichtingen mee aan zijn boek. Dus op het moment dat je een calloptie koopt, dan moet je een premie betalen. En daarmee verwerf je die rechten, hè, dus het recht om die onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En op het moment dat je aan de andere kant van de medaille zit, op het moment dat je die schrijver van die calloptie bent, dan krijg je natuurlijk meteen bepaalde verplichtingen aan je boek. Nou, ik wil je dus eerst eens, voordat ik je meeneem naar de beurs, wil ik je eerst een voorbeeld van de hand doen hoe dat nu echt in de praktijk zou kunnen werken en met het kopen en het verkopen van een huis. Nou, stel nou eens voor dat je een huis hebt ter waarde van 300.000 euro en dat huis wil je gaan verkopen. Dus jij zoekt een specifieke koper. En een calloptie, dat is eigenlijk niets minder dan een bepaalde afspraak die je met twee personen kunt maken. Nou, stel nou eens voor dat je een potentiële koper hebt gevonden die interesse heeft in je huis. Die potentiële koper die heeft natuurlijk geen enkel idee wat de toekomstige waardeontwikkeling gaat zijn van dat huis. Hij heeft ook geen idee of dat de waardeontwikkeling in de toekomst gaat stijgen. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen door het woningentekort of de lage rente of nou, allerlei andere oorzaken die ervoor zouden kunnen zorgen dat de waardeontwikkeling in de toekomst positief is, hè, dat de huizenprijzen blijven stijgen. Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de huizenprijzen in de toekomst gaan dalen. Nou, dat zou kunnen zijn door corona. Dat zou kunnen zijn door de crisis die we hebben of die we hadden of die we gaan krijgen. Of door
meneer Poetin of meneer of alles wat in de oorlog in Oekraïne, of dat de werkgelegenheid in zijn algemeenheid daalt, omdat de potentiële koper zelf werkloos raakt en dat dat zijn effect heeft op de huizenprijzen. Dus de stijging of de daling in de toekomst, dat is natuurlijk een ongewisse factor, dat weet hij nu eenmaal niet. Maar stel nu eens voor dat die potentiële koper tegen je zegt, ik heb interesse in je huis, dat wil ik best kopen, maar ik heb pas over een aantal maanden de beschikking over het geld. Nou, jij zal als als verkoper zeggen, ja, dat vind ik allemaal best wel hartstikke leuk en interessant. Ik ben blij dat ik een kopende partij heb gevonden, maar ik wil niet gaan zitten wachten tot dat jij over een aantal maanden pas jouw geld ter beschikking krijgt. Ik wil mijn huis nu gaan verkopen. En ik wil dat wil ik dan tegen de waarde doen van 300.000 euro. Maar stel nu eens voor dat die potentiële koper zegt, nou, ik wil eigenlijk met je een call-optie af gaan spreken. Ik wil met jou een afspraak gaan maken dat ik tot en met de 17 juni... Nou, en even, heb je hier een klein grapje voor mij gezien. Hè? Dat is toevallig dus de derde vrijdag van de maand juni, oftewel de expiratiedatum. Maar dat die potentiële koper zegt van, nou, weet je wat, ik wil met je een afspraak maken dat ik tot en met de 17 juni met je een afspraak maak dat ik het recht heb om het huis te mogen kopen van je voor 300.000 euro. En daar wil ik je nu, als we die afspraak gaan maken, betaal ik jou daar 5.000 euro voor. Oftewel, dat is de optiepremie. Nou, jij als verkoper zou dan eigenlijk twee dingen kunnen doen. Zeggen, nou, dat vind ik niet interessant genoeg. Of dat je zegt, nou, ik heb eigenlijk nog maar een paar maanden te gaan, een maandje of drie. ik krijg nu van die potentiële koper 5.000 euro meteen gestort op het moment dat ik deze afspraak met jou ga maken. Dan zou dat natuurlijk best wel interessant kunnen zijn. Nou, stel nou voor dat je dan zegt, nou, dat ga ik inderdaad ook doen. Dan heb je een call-optie met elkaar afgesproken. Je hebt gesloten. Je hebt een afspraak met elkaar gemaakt dat jij het huis voor 300.000 euro gaat verkopen aan die koper. En je hebt een houdbaarheidsdatum, hè? Je hebt een eindedatum afgesproken, namelijk de derde vrijdag van de maand, oftewel 17 juni 2022. En je ontvangt nu 5.000 euro van de koper. Nou, in wezen kunnen er nu maar twee dingen gebeuren. Op de eerste plaats, dat is de meest gangbare manier natuurlijk, die koper, die potentiële koper, die gaat binnen de afgesproken termijn, dus tot en met de derde vrijdag van juni, gaat hij gebruik maken van zijn recht. Hij zegt, nou, ik heb het geld ter beschikking gekregen, ik ga het huis kopen voor jou, van jou voor 300.000 euro. Nou, per saldo heeft hij natuurlijk 300.000 euro betaald, plus die 5.000 euro die hij al betaald had vanwege het feit dat hij die call-optie premie aan jou betaald hebt. Dus jij als verkoper ontvangt 305.000 euro. En je bent dus wel de verplichting aangegaan om het huis aan die potentiële koper te moeten leveren. Dus ja, je moet hem dat huis verkopen voor 300.000 euro. Je hebt die 5.000 euro extra gekregen als premie. Dus in zijn totaliteit heb je 305.000 euro ontvangen. Dan zou je zeggen, nou, prima deal, want je hebt in wezen 5.000 euro meer ontvangen dan de daadwerkelijke waarde van het huis. Maar ik schrijf hier niet voor niets, er zijn twee mogelijke uitkomsten. Want stel nu eens voor, mogelijke uitkomst nummer twee, stel nu eens voor dat die potentiële koper geen gebruik gaat maken van zijn recht. Hij heeft namelijk wel het recht gekregen om het huis van je te kopen voor 300.000 euro, maar hij is daar niet toe verplicht. Nou, stel nu eens voor, om wat voor reden dan ook, dat hij geen gebruik maakt van zijn recht. Ofwel, hij heeft dat geld waarvan hij zei dat hij dat binnen een bepaalde termijn zou krijgen. Dat is niet afgekomen. Of hij is zelf werkloos geraakt. Of hij is angstig geworden door middel van oorlogperikelen. Of de rente is gaan stijgen. Of de huizenprijzen zijn in die periode flink naar beneden toe gegaan. Dan zou hij zeggen, nou, ik ga toch maar geen gebruik maken van mijn recht om het huis te mogen kopen voor 300.000 euro. Wat gebeurt er dan eigenlijk dan? Nou, het huis, als jij de verkoper bent, dan hoef jij dat huis natuurlijk niet te gaan leveren aan hem. Maar het is wel zo, die 5.000 euro, die heb jij natuurlijk destijds al gehad toen jij die afspraak maakte met hem. En die mag je natuurlijk ook gewoon houden. Dus die koper is die 5.000 euro is hij kwijt, dat is de optiepremie. En hij heeft ook geen recht meer om na die derde vrijdag van juni, na die 17 juni, om dan ook nog daarna het huis te mogen kopen.
Dit is een voorbeeld hoe het in de daadwerkelijke praktijk zou zijn. Nou, stel nu eens voor, ik wil nu de vergelijking gaan maken naar de beurs toe. Dat we naar de beurs toe gaan en dat we aandelen Koninklijke Olie, RD staat voor Royal Dutch, Koninklijke Olie, hè, oftewel Shell, dat het aandeel Koninklijke Olie 17 euro noteert. En stel nu eens voor, we hebben dat we een call-optie gaan bekijken op de beurs, waarbij we zeggen, dit is een call, RD, Koninklijke Olie, waarbij de looptijd gedefinieerd is als zijnde december 2022. En we weten dus nu, dat is altijd de derde vrijdag van de maand, oftewel, dat is altijd de specifieke datum waarop deze houdbaarheidsdatum van deze optie afloopt. Hè, dus die loopt af na de derde vrijdag van december 2022. De serie is bepaald, hè, dus de uitoefenprijs is bepaald, 17 euro. En de premie ligt vast, dat is 1 euro. Nou, op het moment dat jij deze call-optie wil gaan kopen, wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, ik had je dat in de tabel laten zien. Op het moment dat je die call-optie wil kopen, dan betaal je dus 1 euro aan de verkoper van de call-optie. Nou, op het moment dat we in optieland terecht zijn gekomen, werken we altijd met honderdtallen. Dus je moet dus 100 euro betalen aan de verkoper van deze call-optie. Op het moment dat ik deze call-optie ga kopen, betaal ik dus 100 euro. En ik krijg daarmee het recht om 100 aandelen, want ook is hier de factor 100 van dienst. Even kijken, daar gaat iets te snel. Dus ik krijg het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro tot en met die derde vrijdag van december 2022. Op het moment dat je deze call-optie dan in je bezit hebt voor 1 euro, is dit het recht wat jij verworven hebt. Nou, als wij de koper zijn van deze call-optie, dan heb je aan de andere kant natuurlijk de verkoper van deze call-optie. Nou, wij als koper betalen 1 euro, oftewel 100 euro, aan de verkoper, de schrijver van de call-optie. De verkoper, oftewel de schrijver van deze call-optie, die ontvangt dus die 100 euro van ons. Maar die verkoper van deze call-optie is dus de verplichting aangegaan om 100 aandelen Koninklijke Olie aan ons te moeten leveren, te moeten verkopen voor 17 euro. En dan wel tot en met die optie-expiratiedatum, oftewel tot en met de derde vrijdag van december 2022. Nou, hoe ziet er dat dan eigenlijk uit? Hè? Er wordt vaak gezegd, opties, dat is een zero-sum game. Dus of de ene heeft gelijk, of de andere heeft gelijk. En daar wil ik je nu een voorbeeld laten zien hoe dat nou precies werkt. Stel nu eens voor dat de koers van het aandeel Koninklijke Olie lager noteert dan 17 euro. En dan hebben we het over tot en met die derde vrijdag van december. Dus tot en met de optie-expiratiedatum. Nou, op het moment dat wij het recht hebben, dus dan raken we even terug. Wat was die call-optie ook alweer? Dat was het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen tot en met de derde vrijdag van december 2022 voor 17 euro. En daar moeten wij dus 1 euro voor betalen. Nou, op het moment dat het aandeel Koninklijke Olie lager noteert dan 17 euro, dan loopt deze call-optie, in december zonder waarde af. Stel nu eens voor dat het aandeel bijvoorbeeld 16, 15, 14, 13 of 10 euro noteert. Wij hebben het recht om het aandeel te mogen kopen voor 17 euro. Maar op de beurs zijn ze bijvoorbeeld 14 euro waard. Nou, dan zijn we natuurlijk wel gek op het moment dat we ze voor 17 euro willen gaan kopen van die ene meneer die ze aan ons moet leveren. Want dan kopen we ze natuurlijk liever op de beurs voor een eurotje of 14. Dus deze optie die loopt zonder waarde af in december. Wat gebeurt er op het moment dat het aandeel Koninklijke Olie hoger noteert dan 17 euro? Nou, dan heeft deze optie, die heeft waarde gekregen, die heeft intrinsieke waarde gekregen. Want dan zeggen wij hebben het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen voor 17 euro. Nou, op het moment dat het aandeel Koninklijke Olie hoger noteert dan 17 euro, dan gaan wij daar natuurlijk gebruik van maken van ons recht. En dan heeft deze optie waarde gekregen. Hoe ziet het daar bijvoorbeeld dan heel concreet uit? Nou, stel nu eens voor, heb ik even gezegd, dat in december 2022 de koers van het aandeel Koninklijke Olie op 20 euro noteert. Wat gebeurt er dan? Nou, wij hebben deze call-optie gekocht. Wij hebben dus het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen kopen tot en met de derde vrijdag van december 2022 voor 17 euro. Nou, we hebben het recht gekregen om die te mogen kopen. Het aandeel is waard 20 euro. Dus wat is dan het rendement geweest? De waarde van deze call-optie is dan 3 euro waard geworden. Dus 300 euro is deze waard. Dus we hebben 1 euro geïnvesteerd. We hebben een waarde gecreëerd. Hè? Deze optie is 300 euro waard.
Dus we hebben ons geld verdrievoudigd. Dus je ziet dat er een mega rendement is gemaakt op deze call optie. Nou, hoe ziet dat er dan uit op het moment dat je richting aandelen gaat? Nou, stel nu eens voor dat we 100 aandelen Koninklijke Olie in portefeuille hadden. Nou, we hadden gezegd, de koers is 17 euro, dus we moeten 1700 euro betalen. Je ziet ook meteen dat het kapitaalbeslag ook een stuk hoger is bij aandelen. Hè? Want op het moment dat we 100 aandelen Koninklijke Olie moeten kopen, of willen kopen voor 17 euro, zijn we natuurlijk 1700 euro kwijt. Nou, we zeggen hier in dit voorbeeld dat het aandeel 20 euro is. Dus dat betekent, we hebben 1700 euro geïnvesteerd. Het aandeel is nu waard 2000 euro, dus er zit een winst op van 300 euro. Op het moment dat je dat dan afzet op de initiële investering, hè, dus de 1700 euro die we hebben moeten betalen om die 100 stuks te mogen kopen, hebben we 300 euro verdiend op een investering van 1700 euro. Dus maken we 17 à 18% rendement. Dus je ziet dat het rendementsverschil beduidend anders is bij opties dan bij aandelen. Nou, is het dan alleen maar feest om opties te gaan kopen? Of nee, want het zou natuurlijk, hè, in dit vorige voorbeeld, even nog één stapje terug, zeggen we, stel nu eens voor dat het aandeel 20 euro noteert. Maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat het aandeel lager noteert dan 17 euro. Dus bijvoorbeeld dat het aandeel 14 euro noteert. Nou, wat gebeurt er dan met deze call-optie? Wij hebben het recht gekregen om 100 aandelen te mogen kopen voor 17 euro. Tot en met de derde vrijdag van december. Maar ja, op het moment dat het aandeel 14 euro noteert, dan heeft dit recht, deze call-optie, heeft geen waarde meer. Nou, hoe ziet er dat dan uit? Nou, we hebben 100 euro geïnvesteerd, want hè, dat is deze betaling van deze call-optie. We hebben 100 euro geïnvesteerd. Deze optie is nu 0 euro waard, dus wij maken een verlies van 100%. We zijn de volledige inleg zijn we kwijt, hè, want de waarde op dit moment is dus 0 euro. Je ziet hier dus ook dat de potentiële winsten, zoals ik in de vorige sheet liet zien, groter zijn. Maar je ziet hier ook dat de potentiële verliezen ook een stuk groter zijn vanwege die hefboomwerking die erin zit. Nou, hoe was het rendement op de aandelen geweest? Nou, we hebben 17 euro moeten betalen toen de koers op dat moment dus 17 euro was. We hebben 100 stukjes gekocht, dus we hebben 1700 euro geïnvesteerd. We hebben hier even in dit voorbeeld gezegd, nou, het aandeel noteert 14 euro, dus we hebben een verlies gemaakt van 300 euro. En hier zie je dus dat, hè, dat je per saldo een rendement hebt van min 17-18%, dus een negatief rendement hebt gemaakt, maar een stuk lager dan de 100%, de volledige inleg die je kwijt bent bij de aanschaf van die call-optie. Sorry, even een slokje nemen. Goed, wanneer koop je dus een call-optie? Een call-optie ga jij kopen op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld het aandeel Koninklijke Olie, hard in koers gaat stijgen. Dan is het opportun om een call-optie te gaan kopen. En wanneer verkoop je dus een call-optie? Wanneer schrijf je een call-optie? Nou, precies tegenovergestelde dus. Dat doe je op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde waar het over gaat, hè, dus dat bijvoorbeeld dat ene specifieke aandeel, bijvoorbeeld dat aandeel Koninklijke Olie, als jij verwacht dat het aandeel niet al te hard in koers gaat stijgen, dan is het interessant om een call-optie te gaan verkopen. Even kijken, voordat ik naar de put-optie ga, zou ik even naar de chat willen gaan, want we hebben dus nu het gehad over de call-opties. En heb je een vraag over dit gebeuren, over call-opties, vraag die dan even in de chat. Ik neem ondertussen nog even een slokje. En op het moment dat we de vragen over de call-opties behandeld hebben, dan ga ik daarna naar het hoofdstuk put-opties toe. Even kijken. Ik ga in de chat kijken. Joop zegt, je citeert opmerkingen die niet in de Everyone lijstantwoorden staan. Oh, nou, ik zal eventjes hier in de chat zetten, to Everyone. Nou, volgens mij sta ik nog even ingelogd als Harm van Wijk. Maar ik zal eventjes hallo zeggen. Dus op het moment dat je een vraag hebt over call-opties, stel die dan even in de chat to everyone. Dan kan ik die ook zien en beantwoorden. Erik Franke vraagt, of sorry, Erik, ja, ik zeg er eigenlijk nooit antwoorden bij, of achternamen bij. Wanneer koop je dan de aandelen? Nou, aandelen koop je op het moment dat jij verwacht, eigenlijk hetzelfde met de call-optie, Erik. Op het moment dat jij verwacht dat het aandeel
hard in koers gaat stijgen, dan ga jij aandelen kopen. Maar dan is het misschien wel interessanter geweest om een call optie te kopen. Want je hebt zojuist gezien dat, dat het op het moment dat jij inderdaad dan ook ziet dat het aandeel hard omhoog gaat, dan is het interessanter om een call optie te kopen dan om de specifieke aandelen te kopen. Even kijken, zie ik nog vragen staan? Joop zegt dat was om 12.04. Oh, dan moet ik eventjes kijken wat dat was, Joop. 12.04. Even kijken. Ik weet even niet wat je bedoelt, Joop. Misschien dat je dat nog even in de chat kan zeggen. Even kijken, ik zie dat Marie-Louise zegt... Denk dat het belangrijk is te weten dat je de call of put optie niet tot de expiratiedatum hoeft te houden. Nou, dat klopt inderdaad, Marie-Louise. Ja, ik wil het vandaag eventjes hebben over de echte basiswerking van opties. Maar een call en put optie die kun je elk moment kopen en verkopen op de beurs. Dat geldt voor call en put opties op specifieke aandelen. En dat geldt trouwens ook voor call en put opties op de index. Er is wel een klein verschil, maar dan ga ik het toch een klein beetje uitleggen. Bij call en put opties op aandelen, dan kun je elk moment geassigned worden. En dat is bij call en put opties op de index niet het geval. En dat is voor mij eigenlijk een van de belangrijkste redenen om niet te handelen met call en put opties op aandelen, maar dat juist te doen op de index zelf. Maar het is een goede opmerking, Marie-Louise, klopt inderdaad. Geen enkele call of put optie hoef je te behouden tot aan de expiratiedatum. Humphrey zegt, is het voorbeeld Shell 14 is het rendement, 1700 min 1400 is 100 euro. Klopte dat? Ja, het is 1700 min 1400 is Humphrey inderdaad het geval. Hè, dus dan zit er niet die 100 euro zoals je schrijft, maar inderdaad 300 euro tussen. Je hebt een investering gedaan van 100 euro, dat is 300 euro waard geworden, dus je hebt je geld verdrievoudigd. En Erik zegt, bij een call-optie wil je toch de aandelen ook kopen als ze stijgen, maar wanneer koop je dan de aandelen van de call? Ja, nou dat kan het geval zijn, Erik. Hè? Dus je kunt, dat zijn eigenlijk ook twee verschillende manieren. Je kunt een call-optie kopen om als achterliggende gedachte om ervoor te zorgen dat je dan die aandelen daadwerkelijk in portefeuille kan krijgen. Maar je kunt ook een call-optie kopen om puur dat rendement te maken. Dat je zegt, ik heb 100 euro geïnvesteerd in die ene specifieke call optie. En dat is, die call optie is 300 euro waard geworden. Dus ik heb mijn geld verdrievoudigd. En dan verkoop je meer voor 300 euro. En dan staat er in plaats van 100 euro op je bankrekening, staat er 300 euro. Dus zo kun je op twee verschillende manieren omgaan met het kopen van een optie. Hè? Want dit geldt natuurlijk voor een call optie. Maar ik zal je ook zo meteen laten zien dat het ook geldt voor het kopen van een put optie. Even kijken. Nou, ik zie in wezen even geen vragen meer staan voor de call-optie. Dus dan wil ik eigenlijk snel door. Even kijken op de tijd. Nou, 5:05. Dus ik zit goed aan de tijd. Dan wil ik dus nu ingaan op het hoofdstuk put-optie. Ik had je verteld, een call-optie werkt anders dan een put-optie. Sterker nog, dat is een precies tegenovergestelde werking. Ook hiervoor ga ik in eerste instantie niet naar de beurs. Maar dan wil ik je eerst weer meenemen naar een voorbeeld in de reële economie, zoals dat tussen jou en mij, of tussen een koper en een verkoper, of een eigenaar van een huis, zou kunnen plaatsvinden. Als je het over een put-optie hebt, dan wil ik je meenemen naar het volgende voorbeeld. Stel voor, je bent een eigenaar van een huis. Dat huis is 300.000 euro waard. En jij wil je gaan verzekeren tegen een brand. Dus je gaat naar een brandverzekeraar toe. En je zegt, beste meneer de verzekermaatschappij, ik ben huis van 300.000 euro. Ik wil dat gaan verzekeren tegen brand. Dan zal die verzekermaatschappij zeggen, nou prima, beste meneer of mevrouw. Dat vind ik een heel goed idee. Maar dat doen we niet gratis. Daar rekenen we 1500 euro per jaar aan kosten voor. Want dat is de hoogte van die brandverzekering. Maar dan doen we het wel zo dat op het moment dat je huis afbrandt, dan krijg je van ons natuurlijk de waarde van het huis gestort, oftewel dan krijg jij van ons 300.000 euro. Nou, die put-optie, eigenlijk hetzelfde verhaal met die call-optie. Ook daar zijn er dan in wezen weer twee verschillende mogelijkheden, twee verschillende uitkomsten. Nou, de meeste mensen die gaan voor uitkomst nummer 1. Oh nee, sorry, ik dacht het net andersom. Stel nu eens voor,
Je hebt te, nogmaals, ik pak hem even terug. Er zijn twee mogelijke uitkomsten. Stel nu eens voor dat er brand uitbreekt. Nou, jij hebt netjes jouw premie betaald van 1500 euro. En zo ben je dus een heel jaar verzekerd tegen brand. Nou, het worst case scenario is voorgevallen. Er is inderdaad brand uitgebroken bij je huis. Dus je huis is afgebrand. En jij gaat, je belt op een gegeven moment die verzekeringsmaatschappij op en zegt, nou, beste meneer de verzekeringsmaatschappij, ik heb heel erg slecht nieuws, want mijn huis, er is inderdaad brand uitgebroken, dus mijn huis is afgebrand en we hadden een afspraak gemaakt dat ik 300.000 euro van jou zou krijgen op het moment dat er brand uitbreekt. Ik ga dus nu gebruik maken van mijn recht, want dat is de afspraak die wij gemaakt hebben. Nou, die verzekeringsmaatschappij die zal zeggen, dat is allemaal heel erg vervelend, dat snappen we allemaal. Maar die gaat inderdaad die 300.000 euro overmaken, want dat is de afspraak die jullie met z'n tweeën gemaakt hebben. Dus wij als huiseigenaren, wij hebben natuurlijk 1500 euro betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Dat is eigenlijk de verkoper van de putoptie, zal ik je zo meteen laten zien. Dus we hebben 1500 euro als verzekeringspremie betaald. Er is brand uitgebroken, dus we krijgen 300.000 euro gestort door de verzekeringsmaatschappij. Oftewel, per saldo krijgen we 298.500 euro krijgen wij gestort door de verzekeringsmaatschappij. Die verzekeringsmaatschappij die heeft van ons dus 1500 euro gehad, maar die is de verplichting aangegaan om 300.000 euro te betalen aan ons op het moment dat er brand uit zou breken. En die verplichting is hij natuurlijk dan ook aangegaan en hij gaat dat inderdaad ook overmaken aan ons. Dus wat is eigenlijk zijn saldo? Hij heeft 1500 euro van ons gehad, dat we de brandverzekeringspremie betaald hebben. En hij moet ons 300.000 euro betalen, dus hij maakt een verlies van 298.500 euro. Maar ik vertelde je, er is ook nog een tweede mogelijke uitkomst. Want de tweede mogelijke uitkomst is dat er geen brand uitgebroken is. Nou, wij hebben netjes onze 1500 euro betaald aan premie. We zijn een jaar lang verzekerd geweest tegen brand. Maar er is geen brand uitgebroken. Dus de verzekeringsmaatschappij die hoeft natuurlijk aan ons ook geen 300.000 euro te betalen. Wij zijn onze betaalde premie uiteraard kwijt. Maar we hebben dat in goede gedachten afgesloten. Hè. We willen een goede nachtrust daarmee hebben we hebben een goede nachtrust gecreëerd. Want we weten zeker dat ons bezit goed verzekerd is. Als er een brand uit zou breken, hè, dan kregen we de waarde van het huis terug. Maar ja, als er geen brand uitgebroken is, dan hoeft die verzekeringsmaatschappij ons natuurlijk geen 300.000 euro te geven. Nou, wij zijn die verzekeringspremie zijn we kwijt. En de verzekeringsmaatschappij, oftewel degene die de verplichting aangegaan is, oftewel de verkoper van de putoptie, die heeft dus geen plicht aan ons om 300.000 euro te betalen. Maar hij mag natuurlijk wel die 1500 euro aan premie blijven houden, uiteraard. Nou, hetzelfde stramien gaan we dan nu overzetten. Hè? Dus vanuit de reële economie gaan we dus nu naar de beurs. Hoe ziet er dus een putoptie uit op het moment dat we naar de beurs gaan? Nou, ik neem hetzelfde voorbeeld. RD, Koninklijke Olie, Royal Dutch, de koers is 17 euro en we hebben hier een bepaalde putoptie staan. En wat zegt deze putoptie dan eigenlijk? Nou, een putoptie is het recht om 100 aandelen Koninklijke Olie, Royal Dutch, te mogen verkopen tot en met de derde vrijdag van december. Dat is de derde vrijdag van december 2022 voor een prijs van 17 euro. En deze prijs, de premie, is 1 euro waard. Dus op het moment dat wij deze putoptie gaan kopen, hebben wij het recht om 100 aandelen te mogen verkopen voor 17 euro tot en met de derde vrijdag van december 2022. De koper van die putoptie heeft dus het recht om die aandelen te mogen verkopen voor een bepaalde prijs. En daar tegenover staat de verkoper van deze putoptie, die heeft dus de verplichting om 100 aandelen Koninklijke Olie te moeten kopen, te moeten afnemen voor 17 euro. En dan ook tot en met die derde vrijdag van december 2022. Nou, stel nou eens voor dat de koers van het aandeel Koninklijke Olie lager is dan 17 euro. Nou, wij hebben dus het recht gekocht. Hè, dus wij hebben deze putoptie gekocht.
Dus wij hebben het recht gekregen om die 100 aandelen te mogen verkopen voor 17 euro. Ook als het aandeel op 10 euro staat, ook als het aandeel op 5 euro staat. Stel nu eens voor dat zelfs het aandeel Koninklijke Olie, oftewel het bedrijf Koninklijke Olie, failliet zou zijn en dat het 0 euro waard zou zijn. Maakt allemaal niet uit. Wij hebben een put-optie gekocht. Wij hebben het recht gekregen om het aandeel voor 17 euro te mogen verkopen. Dus deze put-optie heeft dan waarde. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het aandeel hoger noteert dan 17 euro. En dan is deze gekochte put-optie loopt dan in december zonder waarde af. Nou, ik ga je dat voorbeeld ook eens even meenemen naar een cijfermatig voorbeeld. Stel nu eens voor dat op de derde vrijdag van december 14 euro is. Wij hebben deze put-optie gekocht. Oftewel, we hebben het recht gekregen om 100 aandelen Koninklijke Olie te mogen verkopen voor 17 euro. Nou, we zien dat het aandeel op dat moment op 14 euro staat. Dus dat betekent dat wij een mooie winst hebben op deze put-optie. We hebben 100 euro moeten betalen voor deze put-optie. Die put-optie is op dit moment 300 euro waard. Namelijk het verschil tussen 17 euro en 14 euro. Nou, hier ook geldt voor, of hiervoor geldt ook. We hebben 100 euro geïnvesteerd. Deze put-optie is op dit moment dus 300 euro waard. Dus we hebben 300% rendement gemaakt. Hè? We hebben van 100 euro 300 euro gemaakt. Dat is het rendement op deze put-optie. En wat was nou het rendement op de aandelen geweest? Nou, op het moment dat we 100 aandelen Koninklijke Olie hadden gekocht voor 17 euro destijds. Maar ze staan dus nu een stuk lager qua koers. Hè? Want de koers van het aandeel is 14 euro. Dus onze 100 aandelen zijn 1400 euro waard. Dus we hebben een verlies van 300 euro op deze beleggingsportefeuille. Nou, als we dat delen op die 1700 euro initiële investering, maken we dus dat verlies van die min 17, min 18%. Dus je ziet dat op het moment dat het aandeel in waarde gaat dalen, in koers gaat dalen, dat de put-optie die wij gekocht hebben natuurlijk in waarde gaat stijgen. Nou, is het zo dat het altijd feest is? Nee, want stel nu eens voor dat het aandeel hoger noteert dan die 17 euro. Stel nu eens voor dat het aandeel op de derde vrijdag van december 20 euro noteert. Nou, wij hebben dus het recht gekregen om het aandeel te mogen verkopen voor 17 euro. Maar ja, het aandeel zelf staat op de beurs op 20 euro. Dus dit recht dat wij gekocht hebben, loopt dan zonder waarde af. Nou, we hebben 100 euro geïnvesteerd. Dat is de betaling van deze put-optie die we gekocht hebben. Maar die is op dat moment, dus op de derde vrijdag van december, is die 0 euro waard. Dus wij zijn ons geld kwijt. We zijn die 100 euro aan premie zijn we kwijt. Dus we maken een rendement van min 100%. Hè? We zijn dus alles kwijt. Hoe ziet er dat dan uit met aandelen? Nou, we zeggen dat het aandeel op dit moment dan, dus op de derde vrijdag van december, op 20 euro noteert. Dus de aandelenportefeuille, we hebben 100 stuks in portefeuille, die zijn dus 2000 euro waard. We hebben daar 1700 euro voor moeten betalen, hè, want de koers was op dat moment 17 euro. Dus er zit een winst op van 300 euro. Nou, delen we dat op die 1700 euro, zoals de initiële investering. Dan maken we weer dat rendement van die plus 17 plus 18% rendement. Hoe ziet er dat dan uit? Hè, dat je zegt van, als ik eens een keer een combinatie kan maken. Ik heb je in het begin van de presentatie gezegd, je zou ook put-opties als defensief beleggingsinstrument kunnen inzetten. Nou, hoe ziet er dat dan bijvoorbeeld uit? Nou, stel nou eens voor dat je een mooie winst hebt op het aandeel. We hebben dat kan elk aandeel zijn, maar we houden het hier eventjes op het aandeel Koninklijke Olie. Stel nu eens voor dat we het aandeel Koninklijke Olie gekocht hebben voor 17 euro. En daarbij hebben we een put-optie gekocht, waarbij we dus het recht hebben om tot en met die derde vrijdag van december het aandeel te mogen verkopen voor 17 euro. Maar dan moeten we natuurlijk wel die 1 euro, oftewel die 100 euro, aan premie voor betalen. Nou, stel nu eens voor dat op de derde vrijdag van december de koers van het aandeel Koninklijke Olie op 20 euro staat. Hoe ziet dat dan eigenlijk uit? Nou, we hebben die verzekering, die put-optie hebben we gekocht. Daar hebben we natuurlijk die 100 euro voor betaald. Aan de andere kant is het ook zo, de koers was op dat moment 17 euro. Maar de koers is op dit moment, dus op die derde vrijdag van december, 20 euro. Dus hier hebben we 300 euro winst opgemaakt. 300 euro winst aan de ene kant. Die verzekering, die hebben we natuurlijk betaald. Dus die moeten we daarvan aftrekken. Dus per saldo hebben we 200 euro winst gemaakt
met een verzekering. Oftewel, je hebt eigenlijk je aandelenbezit verzekerd, zoals je in wezen ook je huizenbezit verzekert tegen die brand. Dus in wezen moet je het zo zien dat je die put-optie die je gaat kopen, dat is de brandverzekering die je gaat afsluiten op je huis. Dus dat is met een verzekering. Je bent die opties, je bent deze optie defensief aan het inzetten. Je bent eigenlijk je waarde aan het verzekeren tegen brand. Op het moment dat de brand uit zou breken. Wanneer koop je dus een put-optie? Nou, dat doe je op het moment dat jij verwacht dat die onderliggende waarde, dus bijvoorbeeld het aandeel Koninklijke Olie, hard in koers gaat dalen. En wanneer verkoop je of wanneer schrijf je dan een put-optie? Nou, dat doe je op het moment dat jij verwacht dat de onderliggende waarde niet al te hard in koers gaat dalen. Ik heb even een vraag. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ik ga zo meteen even in de chat kijken of er vragen zijn. En over de inzet van opties, oftewel call opties, ofwel put opties. En of je op basis van deze informatie nu ook een stuk enthousiaster bent geworden om opties in te zetten in je beleggingsportefeuille. Even kijken, ik ga naar de chatfunctie toe. Ik zie dat Alain zegt, Erik bedoelt, hoe oefen je een call optie uit? Oh, ja, dat is. Bedoel je dat zo? Daar zal ik antwoord op geven. Dat is in wezen hetzelfde als bij een put-optie. Een call-optie, op het moment dat jij die uit. Dat die in de money is, hè, dus dat er waarde in zit. Dan wordt die call- of put-optie, maakt eigenlijk niet uit welke optie je in bezit hebt. Dan zal die optie, als die waarde heeft, altijd uitgeoefend worden door de broker waar je bij zit. Dus daar hoef je niets voor te doen. Op het moment dat jij het recht hebt om 100 aandelen te mogen kopen, hè, met de call optie, voor een bepaald bedrag, en die optie heeft waarde, dan zal je na die optie-expiratiedatum, zal die call optie vanzelf uitgeoefend worden door de broker waar je bij zit. Dus daar hoef je niets voor te doen. Alain zegt, ik koop nooit call of put opties. Nou, ik ook in wezen niet alleen. Ik ben dus een verkoper van call of put opties. Maar in dit laatste voorbeeld, misschien ben je daar toch, vind je dat misschien toch interessant. Ik vertelde je al, ik heb geen aandelen in portefeuille, dus ik hoef mijn aandelenbezit ook niet te verzekeren. Maar stel nu eens voor dat jij een mooie beleggingsportefeuille hebt opgebouwd. Nou, je hebt ook gezien dat ik in het begin van de presentatie je meenam naar de koersvormen van de AEX-index. Dat we nu op 830 punten hebben gestaan. Dat we nu een behoorlijk stuk lager staan. Je ziet dat er heel veel volatiliteit is, heel veel bewegelijkheid is. En dat zou mij niet verbazen op het moment dat die bewegelijkheid ook aanhoudt. Sterker nog, het zou mij ook niet verbazen op het moment dat er ook nog een stuk lager gaat. Nou, op het moment dat je dan dus op een gegeven moment ook zegt van ik wil mijn aandelenbezit verzekeren, zoals je ook je huis verzekert tegen brand, zo zou je ook je aandelenbezit kunnen verzekeren tegen eigenlijk ook een uitslaande brand door zo'n put-optie te kopen. En daar kan ik me dus nog best wel iets bij voorstellen dat je dat gaat doen. Alain zegt, niet op aandelen en niet op een index. Nou ja, goed, hè, ik denk ook dat er meer voordelen zijn aan het verkopen van een optie dan dat er voordelen zijn aan het kopen van een optie. Even kijken, ik heb een vraag aan je. Ga je op basis van deze informatie nu ook opties inzetten in je eigen beleggingsportefeuille? Dus ik wou eens even kijken, hè, ik heb in het begin van de presentatie de vraag gesteld of je dat wel of niet in je beleggingsportefeuille, of je dan opties hebt. Zou je eens kunnen aangeven of je door middel van deze informatie ook weer een stukje enthousiaster bent geworden om dat ook te gaan doen? Even kijken. Ik zal eerst even kijken of er in de chat een aantal vragen binnenkomen. En ik zie dat Marja de opmerking maakt papertreden. Ik ga dat zo meteen nog even iets over vertellen. Marja en Patrick zegt dat ook. Daar kom ik nog even op terug. Maar ik wil eerst eventjes vragen of mensen willen reageren op de vraag die ik gesteld heb. Namelijk of ze dat interessant vinden om nu ook opties in een portefeuille in te gaan zetten. Humphrey zegt, moet nog andere opties bekijken. Ja, dat is inderdaad ook een heel goed iets, Humphrey. Zoom user zegt ja,
Rien zegt, zou wel willen, maar is te snel in vogelvlucht behandeld. Moet nog even goed landen. Ja, sorry Rien, ik probeer het eigenlijk binnen een uur heel veel, misschien wel ja, te veel informatie, maar in ieder geval ook de basisbeginselen wel door te nemen. Deze presentatie wordt trouwens opgenomen. Dan kun je terugkijken bij mijn.bleken.com in het kopje agenda. Daar wordt deze presentatie ook opgenomen en dus ook geplaatst. Dus op het moment dat het misschien net even wat te snel gegaan is op bepaalde onderdelen, dan zou je dat ook kunnen doen. Mireille zegt in ieder geval ja, leuk. Suzanne zegt zeker weten. Hey, dat is een mooi iets, Suzanne. Hartstikke fijn dat je ook enthousiast bent, zoals ik zelf ook dat ben. En Joost zegt inderdaad, maar moet nog beter landen. Nou, dat is ook belangrijk. Eén keer per maand geef ik deze PowerPoint-presentatie. Dus je bent ook volgende maand van harte uitgenodigd om dat nog een keer te doen. En misschien daarna nog een keer en misschien nog een keer en nog een keer. Want ja, de kracht van herhaling zorgt er ook voor dat het allemaal een beetje landt en dat het goed landt bij je. En nogmaals, voordat je daadwerkelijk gaat handelen, zorg dan ook voor dat je voldoende begrip hebt van opties. Thijs zegt ja, al in bezit. En Marie-Louise zegt, kan bij de Giro alleen Nederlandse opties doen. Heb daar mijn aandelen. Bij eBay schrijf ik opties. Ja, nou, dus zorg ervoor dat je ook bij een goede broker zit. Bij mijn.beleken.com zijn we enthousiast over Maxim als broker. Vanwege het feit dat zij niet alleen Nederlandse opties doen, maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse opties tot de mogelijkheden hebben. En Erik zegt, ja zeker, maar ik had graag hierover met iemand gesproken. Ik ben bij beleggen.com. Er zijn ook coachuren beschikbaar, Erik. Hè? Daar moet je maar eens even kijken in het pakket wat je aangeschaft hebt. Ik zal er zo nog even iets over zeggen. Ik overweeg het zeker. Moet eerst even een paar keer paper traden, zegt André. En zeker interessant in een dalende markt. Nou, ik ga er even nog een aantal opmerkingen plaatsen. Ik heb ook van Marja gezien, een aantal andere mensen die zeiden inderdaad, is het ook mogelijk om te papertraden? Voor de mensen die niet weten wat papertraden is, de meeste mensen weten wel dat wij dus inderdaad bij Maxim daar enthousiast over zijn, vanwege het handelsplatform dat Maxim heeft. Maar bij Maxim is er ook de mogelijkheid om een papertrade-account te openen. Oftewel een demonstratie-account. Dat betekent dat jij tegen reële koersen, dus tegen daadwerkelijke koersen, kunt handelen. Maar je moet het eigenlijk zien als een soort monopoliegeld. De winsten zijn niet echt voor jou, want het is monopoliegeld. Maar de verliezen zijn ook niet echt voor jou, want het is monopoliegeld. Dus er is de mogelijkheid om jouzelf daar een stuk in te trainen. Dus dat je zegt, nou, ik zie de markt op dit moment op deze manier zich ontwikkelen. Ik zou daar bijvoorbeeld deze optiestrategie op los willen laten. Nou, op het moment dat je dat doet in een papertrade-account, zo kun je dan die positie innemen tegen daadwerkelijke koersen zoals die op de borden staan, op de beurs aanwezig zijn, maar zonder dat het je meteen ook geld kost. En zo kun je jezelf eigenlijk trainen van, nou, stel nou voor dat het goed gaat, dan ben je natuurlijk hartstikke blij, want dan heb je het goed gezien. Maar misschien is het eigenlijk nog wel veel belangrijker en veel interessanter om te zien, stel nou voor dat jouw visie niet uitkomt, dan kun jij met een papertrade-account kijken hoe jij dan precies ingegrepen zou hebben in die specifieke situatie. En zo kun je zelf eigenlijk een stuk opleiding verzorgen om ervoor te zorgen dat je daar steeds handiger in wordt, zonder dat het je ook meteen geld kost. Erik zegt dus inderdaad van, nou, ik had graag met iemand hierover gesproken. Nou, via dat Calendly is er dus de mogelijkheid om een aantal mensen daarin mee in contact te komen. Ik zelf zit dus ook in het expertteam van ARM en heb me daar ook voor aangemeld. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Ik zie dat Joop zegt, de op 5 voor 1 gemaakte opmerking, zeker interessant in de dalende markt, staat niet in de chat, is wel door Menko voorgelezen. Even kijken. Hoe kom ik met jou in e-mail of telefonisch contact? Nou, ik even kijken. Ik zal mijn e-mailadres hier eens opzetten, aanmelden. Opties. Beleggen.nl. Even kijken of ik het geschreven heb. Ja, dat is mijn e-mailadres. Staat trouwens ook op de website van mijn.beleggen.com. Dus daar ben ik op die manier ook vanzelf te zien.
Gebruik je bij Maximum TWS? Jazeker, Marie-Louise. Dat doe ik zeker, want ik vind het Trader Workstation. Hè, TWS staat voor Trader Workstation, oftewel dat handelsplatform van Maxim. Dat gebruik ik zeker, maar het kan ook via de website gaan. Voor mensen die het wel interessant vinden, maar het ook bijvoorbeeld lastig vinden om zelf nu van alles uit te gaan dokteren, wil ik eventjes terug naar het stappenplan. Stel nou voor dat je interesse hebt. Je kunt inderdaad dat PaperTrade account openen bij Maxim. Nou, wat doe ik zelf eigenlijk verder nog meer? Je kunt eens kijken naar de website tradersvergelijken.nl. En daar kun je het systeem wat ik heb, het zijn er inmiddels drie systemen die ik heb, kun je daar exact één op één volgen. Dat betekent eigenlijk zoveel, dat is dat je naar tradersvergelijken toe gaat. Dan kun je daar aanmelden voor een systeem. Elke transactie die ik verricht, die wordt exact één op één bij jou in de beleggingsportefeuille, ofwel bij Maxim, ofwel bij Saxo Bank, Bing Bank, gekopieerd. Dus je verricht exact dezelfde transactie als die ik zelf verricht. En je maakt dus automatisch ook exact hetzelfde rendement als dat ik zelf verricht. Als ik een positie open, dan open jij een positie. Op het moment dat ik een positie sluit, dan sluit jij ook een positie. Dus je hoeft niet zelf allemaal dingen te gaan verzinnen en te kijken hoe of wat. Je volgt nu gewoon exact één op één mijn beleggingen. Dus je krijgt, hè, zoals ik al zeg, 30 jaar ervaring in de notendop. Want je huurt mij in wezen in om op die manier de beurs voor jou in de gaten te houden. Op het moment dat je naar tradersvergelijken gaat, kun je daar een aantal traders zien. De meeste mensen die hier zijn, hè, die kennen ook Harry Clip, die staat erbij met zijn systeem. Die kennen ook Jan-Robert Schutte met zijn systeem. En Roel Zuurmeijer niet te vergeten met zijn systeem. Je hoort hier misschien op de achtergrond even wat bouwperikelen, want er is hier een kleine verbouwing aan de gang. Ik had gezegd dat ik tot 1 uur niet al te veel lawaai wilde horen, maar de bouwvakkers nemen het met een korreltje zout blijkbaar. Even kijken. Dus als ik iets minder goed te verstaan ben, dan ligt het even daar. Even kijken. Joop zegt dit als reactie op jouw aansporing. Alles te chatten bij toepassing van Everyone. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad ook het geval, Joop. Ja, Patrick zegt Brabants kwartiertje. Ja, sorry, ik kom uit Tilburg, dus Brabant. Dus wij maken gebruik van het Brabants kwartiertje. Maar ik heb goed nieuws, want het is 1:01. En dan, de bouwvakker hier naast mij, die neemt het allemaal wel heel erg serieus. Even kijken. Ik zie dat er nog veel mensen aanwezig zijn. Ik zie dat er ook, even kijken. Ik ga de chat even wegzetten om te kijken of er nog vragen zijn. Want als dat het geval is, dan kan ik die op dit moment nog beantwoorden. Als er geen vragen binnenkomen. Nou, probeer een demo-account te openen, ofwel bij Maxim of ergens anders. Probeer je een stuk in te lezen in column put opties. Kijk eens bij tradersvergelijken.nl. Daar kun je je gratis aanmelden voor een nieuwsbrief. Je krijgt 1 keer in de maand een nieuwsbrief. Dan word je op de hoogte gehouden van de rendementen die ik daadwerkelijk realiseer in mijn systemen. Maar hetzelfde geldt voor de systemen van Raoul en van Jan-Robert en van Harry. We hebben daar ook binnenkort, komt er ook een nieuw systeem bij. Ik kan er nog niet al te veel over vertellen. Maar zo proberen we eigenlijk ervoor te zorgen dat je ook geïnspireerd wordt om met andere beleggingsinstrumenten dan hetgene waar je zelf mee werkt, om daarmee actief te zijn. Even kijken, ik zie geen vragen meer in de chat. De bouwvakker die komt steeds dichterbij hier, hoor ik op de achtergrond. Dus ik wou het eigenlijk zo doen dat ik iedereen ga bedanken voor hun aanwezigheid. Ik hoop dat je weer een stapje verder gekomen bent om ofwel met opties te starten, ofwel iets meer vertrouwen hebt gekregen om ook opties in je beleggingsportefeuille te gebruiken. We gaan elkaar ongetwijfeld de volgende keer weer zien. Ik zie dat Peter en Menko, bedankt voor de duidelijke uitleg. Nou Peter, van hartstikke fijn. Dankjewel voor jouw bedankje. Ik hoop dat je er inderdaad iets over gehad hebt. En Joost zegt dankje, Menko. En Hans zegt inderdaad, dankjewel, fijne middag nog. Nou jij ook Hans. En Rien zegt het ook. Graag tot de volgende keer. Paul zegt ook, bedankt voor de zeer heldere uitleg. Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat het inderdaad goed overgekomen is. En Paul zegt het ook, bedankt voor de zeer heldere uitleg. En nou komen er heel veel bedankjes binnen. Paul zegt het ook en Joop is er ook. Marie zegt het ook en Marie-Louise zegt het ook. Ja, we hebben een vriendin die Marie-Louise heet, dus die noemen we eigenlijk Marie. En Frans zegt ook bedankt en André zegt dankjewel. En Zoom zegt Menko, wederom bedankt.
Tom zegt het ook. Hoi Menko, ik heb nog geen reactie gehad van Tradersmaak over meedoen als eenmaal test op de... ik stuur je nogmaals een mail. Ja, Tom, jij hebt een, je wil gebruik maken van mijn aanbod om één keer een maand mee te lopen voor mijn systeem voor €7. Dat gaat niet via Traders Vergelijken. Kijk even naar aanmelden, apenstaartje, optiebeleger.nl. Dan kom je bij mij terecht. En dat gaat op die manier. Erik zegt bedankt. En Christophe zegt dankjewel, Menko. En op naar de volgende maand met winst. Ja, Christophe, jij weet als geen ander. Ik ben geloof ik bezig met maand nummer 22. Dat er winstgevend achter elkaar gemaakt is. Dus ik ga mijn uiterste best doen. Maar ook volgende week vrijdag. De derde vrijdag van de maand. We weten dat het nu de optie-expiratiedatum is. Om dan maand nummertje 23. Of is het maand nummer 24 achter elkaar met winst te maken. Af te sluiten. Ik weet het even niet meer precies. Maar in ieder geval, we hebben heel veel winstgevende maanden achter elkaar gemaakt. Ook als die beurs naar beneden toe gaat. En daar zijn we dus wel heel erg blij mee. Suzanne zegt ook, dankjewel, tot snel. Nou, graag tot de volgende keer, Suzanne. En Germaine zegt ook bedankt. Lazar zegt nog, is het papertraden gratis bij Maxim? Ja, dat is inderdaad het geval, Lazar. Daar kun je gratis aanvragen. Kost geen geld. Dus je kunt daar in wezen op een hele goede manier, die geen geld kost. Om dat aan te vragen, maar ook geen geld kost op het moment dat het toevallig dan eventjes fout gaat om bij Maxim dat te doen. En Joop zegt, één maand meelopen via optie vergelijken. Nee, het is eigenlijk, Joop, dan even als laatste. Ik heb een optiesysteem, dat heet Optieberg KT. Daar kun je één maand lang meelopen voor €7 per maand. Op het moment dat je dus interesse hebt in wat ik doe, welke dan, opties ik inneem. Dan kun je daar naar optiebeleggen.nl, niet naar optievergelijken.nl gaan. En zo krijg je elke transactie die ik verricht, krijg je op de mail toegezonden. Zo kun je eens even kijken wat ik doe, een maandje test met mij meelopen. En dan, dan kun je eens even kijken of dat ook iets voor jou is. Hoe komt dat mijn achternaam enkel tevoorschijn komt, zegt Lazar. Oh, ja, dan heb jij dat op een of andere manier bij Zoom ingesteld. Oh, Chris is je voornaam. Nou Chris, dan moet je eventjes kijken bij jouw Zoom-instellingen, denk ik. En je kunt jezelf ook renamen. Want op het moment dat ik nu typ hallo, dan zul je nog staan dat het Harm Verwijk is. Maar ik had me eventjes moeten renamen naar Menko. Maar sorry daarvoor, Chris. Ik had niet in de gaten dat Lassau je achternaam is. Ja, dat hebben mensen ook wel eens een keer. Mijn probleem met Menko en met Zweep. Oké, ik heb alle bedankjes gehad. Ik ga jullie nogmaals van harte bedanken voor jullie aanwezigheid. Graag tot de volgende keer. Wil je aanmelden om een maandje mee te lopen? Stuur dan inderdaad naar aanmelden op simpleg.nl. Dan komt dat helemaal goed. Nee, het is aanmelden. Even kijken, Tom zegt. Mail naar aanmelden, apenstaartje, optiebeleggen.nl is het, Tom. Dus niet naar optiebeleggen.com, dan kom je ook verkeerd uit. Ik zal er nog één keer even intypen. Aanmelden, apenstaartje, optiebeleggen.nl. Dat, oké, daar zit de fout. Oh ja, daarvoor is het waarschijnlijk ook dat de vorige keer fout gegaan is. Maar kijk op de website optiebeleggen.nl, dan moet dat helemaal goed komen. Tom zegt ook, ik heb hem. Nou, hartstikke fijn. Beste mensen, ik dank jullie nogmaals voor jullie aanwezigheid. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.